wie kunt je het horen? Zet maar even pas aan. Namiddag. Wij hebben het helemaal niet in de hand natuurlijk. Onze excuus is ook dat we wat later zijn, maar we hebben daar een goede reden voor. En dat is namelijk mevrouw Hilde Grevits. Zij is bij ons vandaag en dat is toch wel een hele bijzondere gelegenheid. Hartelijk welkom allemaal op deze officiële opening van de rotonde. Een echte officiële inhuldiging kan onmogelijk zonder enkele korte toespraken. Ik stel voor dat we dan alvast gaan luisteren naar onze volgende spreker. En dat is onze schepen van mobiliteit, de heer Guy Kersten. Goeie vroege avond zou ik zeggen. Nu mag ik de spits afbijten. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je niet in herhaling kunt vallen. Dat is één. Ik ga toch beginnen, meneer de voorzitter van het parlement. Mevrouw de minister die nog altijd aan overheden is om te werken. Met de meeste collega's, de schepenen en gemeenteraadsleden, beste dienstenaren. Beste uitzonderingen. Als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid is het voor mij ook een groot genoegen om deze fase in het project door tot officieel te kunnen openen. Ik zal een hand nemen. Dus ik ga opnieuw beginnen. Als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid is het voor mij een heel groot genoegen om deze fase in het project de doortocht officieel mee te openen. We hebben al een hele poos de nieuwe omgeving kunnen testen, zoals men dat zegt. En de resultaten mogen zeker gezien worden. Op gebied van verkeersveiligheid zijn de nieuwe voet- en fietspaden een verademing voor de zwakke weggebruiker. De gescheiden fiets- en voetpaden hebben de leesbaarheid van de hele omgeving gevoelig verbeterd. Het effect hiervan op de veiligheid van de zwakke weggebruiker is duidelijk merkbaar. Ook voor de voertuigen is het een stuk veiliger. Dit niet alleen door de aanleg van de rotonde, maar ook door de herinrichting van een deel van de gewestwegen en de hierbij horende integratie van snelheidsremmende maatregelen. Het kan misschien tegenstrijdig lijken, maar samen met de verkeersremmende maatregelen is de doorstroming van het verkeer gevoelig verbeterd. Waar we in het verleden vaak te kampen hadden met files en waarbij we toch een aantal minuten stond aan te schuiven voor de verkeerslichten, mogen we dit gelukkig als realiteit beschouwen en beperkt de aanschuiftijd zich tot een paar seconden, als ik het zo mag noemen, waarbij men vertraagd het kruispunt kan passeren en de rotonde kan passeren. Een laatste, maar zeker niet te onderschatten,
verschil met de vroegere verkeerssituatie is de verkeersleefbaarheid voor alle passanten en omwonenden. Door de lagere gemiddelde snelheid, de hogere doorstroming en de verhoogde verkeersveiligheid is het een stuk aangenamer en veiliger vertoeven geworden in ons centrum. En daar willen we zeker nog aan verder werken om de mobiliteit, de verkeersveiligheid in heel de omgeving te verhogen. Ik wil daarom nog even stilstaan bij een aantal projecten die in planning zijn en die op de uitvoering wachten. Al de dossiers zijn opgesteld, er wordt nu alleen nog gewacht op bepaalde startschoten. En ik heb ze net vernomen van mevrouw de minister dat we zeker einde 2013, 2014 zullen starten met de voltooiing van de doortocht. Dat wil zeggen dat het gedeelte verder naar de Tonnensteenweg verder wordt afgewerkt en ook het gedeelte verder van de Maastrichtsteenweg. Na de herinrichting van het kruispunt Vries en Steenweg Toekomststraat, de herinrichting van de schoolomgeving module 10, de aanleg van de rotonde en de aanpassingen van de verschillende gewestwegen, er staan nog een aantal projecten in de stijger. Ik heb ze net genoemd, maar een aantal van die werken wachten zeker op hun dadelijke uitvoering. Momenteel zijn de werken aan de gang in de bocht in Leidingen, waar de bushaltes en de beperkte oversteekplaats voor de zwakke weggebruikers gecreëerd worden, waardoor de toegankelijkheid tot de sportzone van Leidingen zeker verhoogd wordt. De oversteek aan de burgemeester Maretsbaan en de Ierskruisstraat zal binnenkort ook heringericht worden in het kader van verkeersveiligheid en zwakke weggebruiker. De bouwvergunning hiervoor werd afgeleverd. We wachten met ongeduld op het zijn dat de straatschool ervan gegeven wordt. Tussen de dorpskernen van Milde, Valmeer en Niets wordt momenteel een tweerichtingsfietspad aangelegd. Voor de aanleg van de beperkte fietspaden rond de gewestwegen en langs de gewestwegen zijn de dossiers ter opstart binnengestuurd en zijn in behandeling bij ANWD. En tot slot kunnen we nog zeggen dat er op al de plaatsen waar mogelijk ingreep moet gebeuren, dat we daar absoluut werk van maken. Ik wens jullie nog een goede, veilige avond, een gezellige avond en een veilige liefde voor de toekomst. En nu zal ik graag het woord geven aan onze schepen van openbare werken, collega Gerard Stratenman. Hallo. Ja, ja, excuus. Hallo. Oh, hallo. Ja, horen jullie mij? Nee, mag ik met de hand? Goed, ik ga het dus niet lang houden, want ik weet waarom jullie hier zijn. Geachte genodigden, mevrouw de minister, beste Luiko Reems. Vandaag staan we hier voor de officiële gebruikname van het project De Rotonde van Riemst. Een project dat heel wat in beweging heeft gezet, zowel naar de aangelande als naar de passant van elke dag. Een knooppunt van wegen dat de weg die je tot dan toe gevolgd hebt onderbreekt. Niet door een stoplicht dat je dwingt stil te blijven staan, maar gewoon door de confrontatie met een ander. Die van west of oost, van zuid of noord komt, of misschien iemand te voet wil oversteken of met de fiets. Een verkeersknooppunt waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van de anderen en een eigen keuze moet maken over de weg die hij wil volgen. Het project Rotonde is jaren geleden opgepakt door het gemeentebestuur in samenwerking met de Vlaamse en de provinciale besturen en het resultaat mag het zijn. Ondanks dat er wat moeilijk werd gereageerd op de opleidingen bij de voorstelling en de opstart van het project. Alles verliep echter smoothie. Een gedeelte van deze omleidingswegen zijn al hersteld in opdracht van de opdrachtgever AWV en de resterende wegen worden eind augustus aangepakt en zijn van de rekening van de gemeente. Ook werd er weer een stap vooruit gezet in onze plannen van de waterbeheersing door een bijkomend wachtwekken onder aan de Bilsensteenweg. Onze opdracht als bestuur was vooral een luisterend oor te hebben naar alle vragen en problemen van welke aard dan ook en een aanspreekpunt te zijn naar de opdrachtgever toe om al zo een goede verstandhouding te hebben en samen te werken. Het meest vermoeiende echter was toch wel de budgetten die er voorzien waren te vrijwaren en zover het kon niet te overschrijden. We zijn daar eigenlijk goed in geslaagd door meer werken te compenseren met minwerken en door elementen hier en daar op een verantwoorde manier weg te laten die
volgens ons inzien niet echt bijdroegen tot de meerwaarde van het project. Om af te sluiten had ik graag wat inhoud en cijfers meegegeven en een dankwoord aan alle medewerkers voor de richter die allen met volle overtuiging en fantasie op hun eigen wijze hebben bijgedragen tot het welzijn van het project. Inhoudelijk ging het over de opbraak van bestaande wegens, de aanleg van de gescheiden riolering, de bouw van een overstortconstructie, het uitgraven van een puffelbekken, de aanleg van de rotonde, de aanleg van de busparking en de omgevingswerk aan het gemeentehuis. De opdrachtgever was AWV met als medefinancier Infrax, gemeente Riems en Berlijn. Een ontwerp wordt ingevuld door studiebureau Arcades en de uitvoerstofijn bedroeg 360 kalenderdagen. Het inschrijvingsbedrag bedroeg 4.125.000 euro, inclusief BTW, en dit alles werd in 4 fases uitgevoerd. Mijn dank gaat uit naar al de mensen waarmee we toch een goed jaar intens hebben samengewerkt. Ongetwijfeld zijn er velen te vernoemen, maar hoe dan ook, vergeef dat ik hen niet allemaal opdoen, maar enkele wil ik toch aanhalen. Eerst en vooral AWV, Jan van Gestel, dank u wel. Arcades, Mark Jansen, dank u wel. Alle luchtmaatschappijen, bedankt voor de geleverde inspanningen. Ondanks een wat moeizame begin hebben jullie laten zien dat we jullie niet naar waarde hebben ingeschat. Dank u wel daarvoor. En aannemer Heijmans, projectleider Danny de Winter. En vooral, niet vergeten, onze man in de loopgraven, Tom Jamar, de werkvlijm. Hij verdient zeker een applaus, alsjeblieft. Dank u. Hij nam alles op zijn schouders, zonder klagen of morgen. Wij hadden maar één hulplijn, dat was deze van Tom. Een dikke merci daarvoor, Tom. En aan het resultaat hier neergezet, zat en zit in de kracht van de samenwerking. Niet alleen hier als maatschappij, maar ook als jullie als bevolking. En daarvoor aan jullie ook mijn dikke merci. Dank u wel. Zo, dames en heren, dat was hier de Stratenmanschap. Graag geef nu het woord aan onze burgemeester, de heer Mark Bos. De voorzitter van het Vlaams Parlement, mevrouw de minister, geachte parlementsleden, meneer Teulen, mevrouw Jansen en mevrouw Wouters, geachte collega's, schepen en raadsleden van de gemeenteraad en DOSOB, beste Riemsenaren, beste genodigden en beste partners van dit project. Ik ben vandaag heel trots en heel fier dat we hier vandaag dit mooie complex, een mooie herinnering mogen openen, dat ik hier op die officiële opening mag toespreken als burgemeester en dat wij dit nieuwe plein, deze nieuwe rotonde, deze nieuwe herinrichting, de nieuwe verkeerssituatie in Riems Centrum vandaag kunnen openen. Ik ga zeker niet te lang speechen, er zijn al 2 speeches geweest, dat komt nog even van de minister, maar ik wil toch van het moment gebruik maken om mevrouw de minister, mevrouw Krupits, namens minister van Openbare Werk en Mobiliteit, bedanken voor haar aanwezigheid. Het is mede dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid dat we Riems, met name vooral de zwakke weggebruikers, weer een heel stuk veiliger hebben kunnen maken. Meer nog, het kruispunt stond bij de Vlaamse overheid geregistreerd als een zwaar punt. Een zeer gevaarlijk punt en dat hebben we bij deze voor goed weggewerkt. De aanleg van deze rotonde en van de bijhorende omgevingswerken aan de school, want de werken zijn eigenlijk gestart aan de school Riems Centrum, het Paanhuis, de Paanhuisstraat, de Vieze Steenweg, de Bulzersteenweg en de Maastrichtersteenweg en de Tongerse Steenweg. Een heel project en het is zeker een van de grootste projecten van de afgelopen jaren. We geven daarmee bovendien het startschot voor een groter plan waarin we als bestuur proberen te beantwoorden aan onder andere de woonbehoeften van de Riemsenaren. We hebben nood aan betaalbaar wonen en daar gaan we ook hier in Riems met de bouw van een 150-tal woongelegenheden werk van maken. Het project is een heel groot project, het heeft heel wat geld gekost, in totaal 6 miljoen euro om precies te zijn. Daarvan heeft de Vlaamse overheid bijna de helft gesubsidieerd. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 1,6 miljoen euro. Infrax heeft ruim 1,1 miljoen euro betaald aan de lijn, voor dit lijn waar we nu op staan, 460.000 euro. Ik wil daarom ook al deze partners van harte danken voor de realisatie van dit project. Dankzij de inzet van deze partners, en ik noem ze even allemaal bij naam,
ik ga niet in detail personen, maar ik wil het ontwerpbureau Arcadis Geras, de aannemer Heijmans, Infra NV, de afdelingen Wegen en Verkeer, Limburg, de Leiden Limburg, Belgacon, de Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en de Vlaamse Watermaatschappij van harte danken. Dankzij hun inzet, dankzij hun werken kunnen we nu genieten van deze herinrichting en hebben we eigenlijk een redelijk groot werk met minimum aan hinder kunnen realiseren. Wie ik zeker ook wil aanhalen, vandaag zijn de handelaars uit de onmiddellijke omgeving. Zij hebben misschien nog het meest van iedereen deze zure appel moeten doorbijten. Ik wil hen in het bijzonder danken voor de manier waarop ze samen met onze dienst Lokale Economie creatief gezocht hebben naar oplossingen om deze lastige periode zo goed mogelijk te overbruggen. Maar ik denk dat we met z'n allen kunnen zeggen dat het een geslaagd project is, dat we de verkeersveiligheid in onze gemeente een stuk verhoogd hebben. En dat is heel belangrijk, want elk verkeersongeval is er één te veel. Daarom zijn we zo trots en zo blij met dit project. Ik wens u nog een fijne en ontspannende avond. We gaan straks nog iets drinken, we gaan nog iets eten. Maar we geven eerst nog het woord aan de minister van Openbare Werken, mevrouw Hilde Koekens. Meneer de voorzitter van het Vlaams parlement, collega's uit het Vlaams parlement, Marino en Lies, en mevrouw Wouters van het federaal parlement, beste Scheveningen, beste bewoners. Ik ben bijzonder blij dat ik na één jaar, denk ik, weer terug in Riems geraakt ben. De vorige keer dat ik hier gepasseerd ben, was het heel mooi weer. Is er wel een ongevalletje gebeurd? De parlementsvoorzitter is van zijn Vespa gekeurd. Ik hoop dat u dat allemaal nog weet. Ik heb net een autotochtje gemaakt met de burgemeester, maar wilden wij opnieuw waarschijnlijk meehelpen in een ongevalletje, maar burgemeester proficiat. We hebben zijn ongeval vrij door de werken gereden met een prachtige elektrische wagen. Misschien Jan, ook voor u eens te proberen. Ik ben er niet gevallen. Ik ben ook bijzonder blij dat we eindelijk, zal ik maar zeggen, na toch wat moeilijke maanden, hier vandaag de vernieuwde doortocht in Riems feestelijk kunnen openen. De regen zal hopelijk verstek geven tot jullie een goed glas gedronken hebben. Maar Vlaanderen heeft hier samen met een aantal partners, mijn mensen van het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en vooral ook de gemeente Riems, een zeer mooi project gerealiseerd. En de bijdrage vanuit mijn eigen bevoegdheden, mobiliteit en openbare werken, is hier 2,6 miljoen euro. Dat is toch een zeer mooie hap uit het budget. En zoals de parlementsvoorzitter ook altijd zegt, ik kan als minister wel blij zijn dat ik dat budget mag uitgeven, maar het is dankzij het parlement uiteraard dat mij deze middelen ter beschikking stelt. We hebben hier een gevaarlijk punt weggewerkt, een dodelijk punt. U weet dat we in Vlaanderen zo'n 800 van die gevaarlijke punten hebben. Wel vandaag, dankzij deze investeringen, is er zo'n gevaarlijk punt opgelost. De schepenen hebben hier al zeer uitvoerig opgelijst welke werken er uitgevoerd zijn. En ik moet zeggen dat ik bijzonder verrast was toen ik de schepen van openbare werken hoorde spreken. Een Limburger aan zo'n tempo dat ze vrij opgewonden waren. Hij had natuurlijk... Voilà, ik ben al 5 minuten bezig, zegt hij, en hij was maar 3 minuten bezig, maar hij heeft natuurlijk de micro ook een beetje schade toegebracht. Riems is bijzonder mooi geworden, maar het is hier al gezegd door de burgemeester en door de Scheveningen, er moet hier in de toekomst nog gewerkt worden. We hebben hier nog een tweede en een derde fase op die N97, de Maastrichtse steenweg en de Tongense steenweg moeten nog aangepakt worden. Dus er zal hier nog wat file leed zijn, ook wat hinder bij de wegenwerken. En ik hoop ook dat we heel binnenkort het gevaarlijke dodelijke kruispunt op de N78 in Lavelt kunnen aanpakken. Maar beste mensen, je kan geen wegenwerken uitvoeren zonder hinder voor de mensen te veroorzaken. Ik weet dat dat bijzonder moeilijk is, zeker als je handelaar bent en je bent afhankelijk. Mensen willen heel graag gemakkelijk bij je zaken geraken. Als dat gedurende een jaar of gedurende 14 maanden moeilijk loopt, dan kan dat alles voor ergernissen zorgen. Ik wil iedereen bijzonder bedanken voor het geduld dat hier aan de dag gelegd is.
Ik wil ook de mensen die voor oplossingen gezorgd hebben ook bijzonder danken. En ik hoop, beste mensen, dat ik hier in de toekomst nog eens kan komen om nog een mooi project te realiseren. Maar ik wil hier gerust ook eens komen om te kijken naar dingen die moeilijker lopen. Ik blijf hier ook wel nog een paar minuutjes als u mij vragen te stellen hebt. Doe het gerust. Ik kan ook vrij snel babbelen, dus dat heeft ook zijn voordeel. Hartelijk dank voor alle inspanningen hier en hopelijk kunnen we straks bij een goed glas alle moeilijkheden bij de werken doorspoelen en genieten van een schitterende realisatie. Proficiat. Mevrouw de minister, als u nog even kort zou blijven voor de onthulling van de gedenkplaat. Die wordt later daar waar de politieagenten staan te wachten, wordt die opgehangen tegen de muur. Maar ik zou graag willen vragen dat de burgemeester en de aanwezige schepenen en de parlementsvoorzitter toch even naar voren komen voor dat plechtige moment van de onthulling van het gedenkbord. Ik zal aftellen. 3, 2, 1 en doe maar. En die plaat krijgt zeker en vast een mooie plek hier op het busplein waar iedereen het goed kan zien. Ik ga van deze gelegenheid ook gebruik maken om eventueel een aantal korte mededelingen te doen. Mevrouw de minister, u wordt zo dadelijk al even verwacht op het kruispunt, maar ik ga nog even wachten met te zeggen waarom u daar verwacht wordt. Ik zou nog een paar kleine dingen willen zeggen. Is hier daar aan uw linkerzijde een bus staan, dat is een schoolbus, een nieuwe schoolbus aangekocht door de gemeente. Daar kan u zo dadelijk inkruipen, want we hebben inderdaad gedurende 8 maanden elke dag, elke minuut een foto gemaakt van de mast boven het gemeentehuis. En die foto's, 300.000 in totaal, hebben we achter elkaar gezet en dat is een filmpje geworden. U ziet daar de volledige voltooiing van het kruispunt gedurende die 8 maanden. Dus kruip er zeker eens in zo dadelijk. Verder kunnen we u trakteren op 2 consumpties. U mag hier rechts van mij staat een tentje. U mag daar in een rij aanschuiven. U krijgt daar bonnetjes en ook een donut, een symboliek zeg maar, van een smaakvolle rotonde in de kleuren van Riemst zijnde groen-wit. Mag ik dan de minister en de burgemeester uitnodigen om naar de rotonde te gaan? Want ze hebben het allemaal over de zwakke weggebruiker. Maar we willen ook zeker weten dat de automobilisten veilig dat, die rotonde opgaan. En daarom zouden we willen... de bonnetjes, dan zoals ik al zei, aan de tent hier kan u ophalen. Nu hebben ze mij helemaal van slag gemaakt. Dus de pastoor, die hebben we ingehuurd om de veiligheid van die rotonde voor alle automobilisten te garanderen. En ik zou dan nu vragen dat de minister samen met de burgemeester zich naar de rotonde verplaatst. En de pastoor staat daarachter. Laat u eens horen, meneer pastoor. Zeg maar wat ze moeten doen, pastoor. Louis, je kunt naar het water, doe je het. Ja.
goede weg is die toch uitgekomen is. Want in de grootwater en altijd is de Tungenberg, dat is in de Bokkie. En de Tungenberg, en de Tungenberg, gaan we de eten van de boeren zijn gezet. Het mooie stadje Bulte met de zon aan de kop, maar dat is toch maar van die kant over. Dan komt dat dik in orde. De app is hier aan de rotonde staan. Als je wil, laat mevrouw de minister even wijden. Nee, ik ga dat niet doen. Dat is de minister werkt. Kan mijn mogelijkheid jij daar uit? Nee. Nee, doe wat. Jij moet dat doen. Ja, doe maar. Doe maar. Nee, toch, kijk eens naar hier. Is dat een tukken, hè? De botie! En dat onze lieve mensen die hier het verkeer zo tegenhouden, toch af en toe nog die jointje doorlaten. En wat dat toch ook nog niet is, hè? Ik heb 2 jaar lang met de boel. Hij is al zo'n schitterend.
Ik ben nog tussen.